Een dag na de zware Russische raketaanvallen zitten honderdduizenden mensen in Oekraïne nog steeds in het donker met de kou. Het stroomnetwerk werd voor een groot deel platgelegd. De Russen hopen de bevolking zo te verzwakken nu de temperatuur onder het vriespunt is gezakt. Ook de hoofdstad Kiev werd zwaar getroffen. En daar is onze correspondent Olaf Koens. Ja, je ziet het. Ik zit hier in een tent in het centrum van Kiev. Dit is op een brandweerkazerne. Door de hele stad heen zijn speciaal van dit soort locaties ingericht. En je kan hier opwarmen. Er staat een straalkachel. Er is internet. Je kan je telefoons hier opladen. Sommige mensen kijken het WK voetbal. En dat is allemaal omdat nog steeds 30% van deze stad geen elektriciteit heeft. En het laat maar zien hoe enorm die verwoesting is van die Russische kruisraketten. Niet alleen de energieinfrastructuur, elektriciteitscentrales worden geraakt, maar zelfs hele woonwijken. Geen water, geen licht. En dan kan ook nog eens de dood op ieder moment uit de lucht komen zetten. Dit flatgebouw in een buitenwijk van Kiev werd gisteravond geraakt door een Russische raket. Er vallen 5 doden. Buurtbewoners zijn al begonnen de boel te repareren, maar het is eerst redden wat er te redden valt. De elektrische kacheltjes bijvoorbeeld, die komen nog van pas. Wat doet, kijk hier, tot een военne object. Военный объект? Це школа. Це майбутнє. Мабуть, це. Бо більше commentarie van de moze boete. De inwoners hier hebben eigenlijk maar 1 vraag. Waarom? Want het is niet понятно, waarom dit het zло robert en ради чого це все. Ради чого? Який буде сенс, який буде, ну, який результат должен бути, щоб це, ну, я не понимаю, для чого це робиться. Просто думаєш, почему так Росія относиться к нам? Maar antwoorden zijn er niet. Dit zijn de slachtoffers in een zinloze vrede oorlog waarin Rusland soms lukraak raketten op woonwijken afvuurt. Maar zelfs deze ellende breekt de Oekraïners niet. Допоможіть нам закрити небо. Допоможіть нам вистояти і перемогти і відбудуватися. Все буде хорошо. Пошов вже. Хуже далі нікуди. Zo heb je een huis, een bestaan en zo sta je met niet meer dan een tas met kleren in de kou op straat.